Oh nee! Ja, dit is waar het. Deze is echt moeilijk. Deze maar dit is waar de boet in voorkomt. Is dat zo? Ja. Zijn we daar niet al voorbij? Nee. Nee, jij zegt het. Ik denk dat we dat level geskipt hebben eigenlijk. Hé, hey, maar we zitten. Als je nu over nadenkt, we zitten op World 7. Ja, we gaan lekker. Ik vind het nog steeds gewoon echt bizar dat je maar 10 levens hebt. Sorry hoor. Dankjewel. Hoe wil je het gaan uithouden eigenlijk? Nou, gewoon goed spelen. Ja. Beter dan jij. Toch wel raar. Ja. Je verwacht dat je veel one-ups haalt. Ik bedoel, je bent niet heel vaak doodgegaan. Nee. Zo paar keer één hand te tellen, denk ik. Misschien iets vaker, maar... Niet echt waarvan je denkt van wow. Ja. Er zit één level in deze world die is heel moeilijk. Dan komen er van die kleine plantjes, die komen dan uit die buizen. En dan, dat moet je dan perfect timen. Je ziet het dadelijk wel, dat is echt een moeilijk. Daar ging ik altijd vaak dood. Daar heb ik al die levens voor gehad. Hoor. Twee bazen. Ja, gek. Oh, een derde. Zo. Dat is goede enemy placement. Wauw. Ik had het echt goed getimed gewoon. Ja, netjes. Oh, wat doe je nou? Moet je sterven? Ja. Je moet even beter oefenen. Jij hebt ook veel meer sterven dan ik gehaald. Ja, dat klopt. Misschien heb ik gewoon meer castles ook gedaan, waardoor je meer normale dingen hebt gedaan, waardoor ik dus minder... Ja, ik denk dat het verschil heel weinig is. Het lied zegt lauw. Echt gewoon... Dit is echt stonerland. Van die planten. Ja, ik wat ik nu verzin zijn van die coole gasten. Zo... Ja. Kijk. Er moet nog een heel level komen gebaseerd op dat, alleen maar, op die gasten, want dan ga je daar met een ding de hele tijd eroverheen. Is dat zo? Oké, okay. Ik dacht van wel. Ja, zullen we zien. Zo, de vuurbloem is wel fijn hier. Oh, ik bedoel, die boot, dat kan je niet omheen volgens mij. Plup, plup. Volgens mij is één van deze kan je erin volgens mij. Ja, die eerste waarschijnlijk. Je hebt toch al zoveel. Ja, ga naar een ander part van het level. Maar ik heb geen zin om te zwemmen. Groot gelijk. Je hebt geen kikker. Nee. Het is jammer dat er zo weinig kikkers voorkomen ver. Hé, wat is deze? Oh, cool. Oh, waarschijnlijk moet ik... Ja, moet die buis in. Ik word gewoon gedwongen om te gaan zwemmen. Laat mij, stinkdiervies. Ik wil die andere ingemoeten. Is dat zo? Ja, komt daarin? Oh, ik mis gewoon de helft. Of ik lieg nu gewoon? Nee, je had gelijk. Ha, shit. Nou. Laat ik hem dan maar pakken, hè. Zijn we toch al die moeite nemen? Zou zonde zijn als het... Nou, weer een minuut van mijn leven verspild. Nou, joh. Wat moet ik dan doen? Oh, je moet er nu weer overheen. Oh, oké. Okay. Het lichtje gaat branden hoor. Jongen. Slim hoor. Kijk eens. Ja, fuck jou. Oh. Ik bedoel dit level? Nee, niet deze. Er komt nog een moeilijkere dan. Een beetje dat soort beestjes, zeg maar. Die kleintjes. Die komen dan uit die buizen met 5 tegelijk of zo. Oh, ik denk dat het middelste is. Ja, waarschijnlijk. Dat had niks toegevoegd aan het spel. Wat? Dat je nog eens keer door een buis moest. Ah joh. We zijn zo goed. Zeker. Petje af hoor. Petje af, jochie. Hey, kijk eens wat ik weer mag doen. Je mag weer memory. Ik mag ze echt telkens naar jou. Je hebt nog geen enkele keer op memory gedaan, hè? Nee, ik heb een kut leven.
Nou, zo. Doe je ding. Zonder humor. Oh. Oh, jij gaat toch nooit meer met me gieren. Nee. Volgens mij ga je... Ja. Ja, moet wel. Cool. Oké, snel door het level heen. Ja, waarschijnlijk. Oh ja, nu krijg je meerdere stars. Ja, hier ook een. Cool. Dan ga je dood door de afgrond. Wat glijzig, cool. Ah ja, ja. Cool. Wauw, wat een herhaling. Ik vind het wel een leuk randje. Ja, pak die andere ook. Ja, cool. Nee, geen P-switch. Ik heb geen levens nodig. Ai, ai. Zo, ik had er mooi gedodged op het laatst. Halleluja. Halleluja, God is met jou. Niet zoveel tik op dat ding. Als ik het verkeerd ga zinken dalen, dan is het helemaal uit te maken. Ja, maar dat... Het wordt goed gesinkt. Ja, dat hoop je. Ja, maar... wacht even. Hoe kan... Praten en zo. Monden die bewegen. Zo hard tik ik ook niet. Nee. Moet het serieus nemen, moet ik zo. Ja, dat komt goed. Ik neem zinken, dus... Is dit nou een kasteeltje? Ik moet zeggen dat de bommen in Super Mario Bros. 2 er beter uitzagen. Ja, die hadden echt benen, zeg maar. Ja. Ja. Ha, owned. En in de laatste... Nee, niet eens. Ja. Ik word altijd meegesleept door dit soort muziek namelijk. Ja, merk het. Heb ik ergens een schildpad? Nee. Ja, waarschijnlijk kan ik niet meer terug. Ja. En daar kom je dan weer niet in. Nee. Dat is toch kut zo. Nee! Hoe de fuck moet die pakken? Komt hij nu weer terug? Is hij nu nog steeds? Ja. Oh, cool. En dan mag die. En nog een leven. Yes. Yay! 45 leven tegenover LTK of zo van 12 nu. Ja. Vreselijk. Ja. Schrikkelijk. Mogelijk. Het speelt goed in het spel. Dankjewel. Daar wacht je op, hè? Ja. Dankjewel. Oh, oké. Okay. Wat gebeurt er daar? Oh. En waarom wil je dat doen eigenlijk? Ja, je bent erbij. Hé, kijk eens. Het zijn echt van die levels dat je tijd de omgeving op is. Mm-hmm. Dat je dan moet rushen. Zo. Ja, langdradig. Oké. Snap je, Mike? Snap je? Ja, ik snap het. Ik voel hem. Ik wil dat ding hebben. Nou. Oké, jij is zin. Kijk. Je button mash dat ding echt heel hard. Ja. Ja, maar dit is echt wel de muziek van mijn jeugd. Ja. Aww. Shit. Gelukkig krijgen we animatie niet.
Wat zei je? Krijgen we de animatie niet. Nee. Hey, je hebt twee dingen voor me opengelaten. Is dat zo? Ah joh, boeien. Neem met je power-ups. Ja, ik ben lelijk. Dit is zo moeilijk. Het is zo lastig. Het is makkelijker dan in Super Mario Bros. 2 met die gokmachine. Dat is echt moeilijk. Dat vind jij? Ja, ik vind het moeilijk. Maar ik heb nooit geluk. Ik heb er meer power level. Hey, kikkerpak. Yes! Kikkerpak! We waren voor het laatste landje. Ja. Ja? Ga ik overal doorheen kikkeren. Daar kikker ik van op. Zeker weten. Iedereen gaat nu echt naar... We gaan naar Duidel, daar kikker je van op. Kan je die mooi, dingen ja. mappen? Welke dingen? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is dit gewoon een doodpad. Nee. Waarom is dat gemaakt? Dat is zo stom eigenlijk. Ja, dit is niet eens time-based. Oh, nee. Dat is wel grappig. Dit is wel time-based. Wat? Dit kleine gedeelte is time-based. Je hebt 300 seconden best om wel... eruit te komen. Best wel... Als je daar AFK gaat staan, zeg maar, is van, oké. Okay. Wat? AFK? Oh, Away from Keyboard. Oh, ja. Nou, dan had ik maar mijn kikkerpak aangetrokken. Nee, die moet je bewaren. Voor Bowser. Oh, ja. Niks ervan. Gewoon bewaar die shit. Ah, dit is wel echt een landje voor jou, zie ik. Ja. Dit is echt jouw ding. Ik. Vissen. Fucking veel vissen, overal. Maar het zijn ook zwarte vissen geworden. Ja, man. Dat is wel grappig. Evil zijn ze. En ze hebben pointy haar. Ja, het zijn pufferfishes. Punkers zijn het. Punkfishes. Ze hebben ook een beetje van dat groenige lipstift op, weet je. Echt de zwarte punkers. De zwarte pietvis. Zwarte piet. Nee, vind ik punkers lauwer. Punkers? Gewoon punkervis? Ja, punkervis. Ja. Hey, dat zijn een kwallen. Oh, die kunnen niet geraakt worden door dinges? Nee, zeker niet. Oh, maar hier ben ik goed in. Ja, zeker. Weet ik. Dat voel ik gewoon. Kijk. Zie je? Ja, man. Puur omdat het moest. Ja. Je hebt geen 3 hits nodig om dit te halen. Nee. Je doet gewoon, ja, precies. Ik zie het. Hardcore. Ja, man. Kijk. Hardcore strat. Het is veel beter om klein te zijn. Het is veel lastiger. Ja, ben je minder goed te raken en zo. Minder goed te raken. Juist. Met, er zit extra gedachtes achter hier. Kijk. Niet pakken, joh. Ben je gek geworden. Shit. Nee, joh. Dat heb je helemaal niet nodig. Vooral hier. Ja, man. Kijk, niet nodig. Nee, man, zeker niet. Die vis, dat kan ook rotten. Zie je, het veel makkelijker als je kleiner bent. Dat stoot je minder vaak. Je kind als projectiel, die grote vis. Zie je? Zie je? Ja, ik zie het. En dit is ook veel makkelijker. Ook ster halen, hè? Ja, hij is heel goed. Misschien krijg je ooit ook vuurwerk. Ik heb het eerder gehad, hou je niet. Zo. Daarom heb ik er 12 nu in plaats van 7. Zodat je 7 levens. Ja. jij ging net hierheen ook, hè? Ja. Oh, ik zie al wat. Ik zie al wat ik moet doen. Wat dan? Ik heb gewoon alle pijpen langs. Okay. Ik zie daar een... Kijk, zie je die, die plant daar? Ja. Dat is volgens mij dat landje met die... met die kleine plantjes die dan uit... Ja, ik zal het later wel zien. Maar ik ga wel dit gebruiken. Ja, dit plantje. Zie je hoe moeilijk het is? Daarom heb ik een pussy en ga ik gewoon eroverheen vliegen. Dat is zo maat. Je kan ook gewoon helemaal bovenaan het level blijven, hè? Nee, ik wil een beetje het level zien. Zo van, oh ja. Ik dacht dat je speciaal voor dit moment... wolkje hebt gebruikt. 47. Nee, dat doe ik jou niet aan. Dat was het? Oh, je krijgt de P-winger voor terug. Wauw. Wow. Dat was het hele landje? Oh, wauw. Nee, dat moet er nog geen zijn. Dat kan niet. Dat was echt zo kort. Oh. Wacht even hoor. Ik zie daar links zie ik een dings die niet gebruikt is. Een dings. Doodhuisje. Ja. En we hebben niet alle pijpen gehad. Wee! Zie je? Oh, kijk, nou jij gelukkig. Ik gelukkig. Ik hoop dat er nog een kikkerpak in zit. Kikkerpak.
Nee. Hij moet moeilijk gespierd zijn trouwens, hè? Mario? Ja, nou, volgens mij is hij redelijk vatsig hoor, als ik hem zo zie. Ja, maar hij... Nee, dit is de sterke mannenlook, weet je. Want in plaats van... Hij heeft echte spieren. Hij is echt een vuilnisman, ja. Of een dakdekker. Echte... Ja, ik ben niet gespierd, maar ik ben wel sterk, weet je. Ja, maar die sterke mannen, heb je die gezien? Hoe groot de buik die hebben en alles? Dat, ja. En hoe groot die armen zijn in plaats van mooi en alles? Hun kracht komt uit het bier dat ze drinken. Ja, bierdrinkers zijn gewoon krachtig. Dat is wel episch. Krachtig vatsig. Ja. En ze kunnen heel goed tarten. Oh, dit level is makkelijk. Ja, man. Nu zie je wel. Mocht gewoon de hele level. Gaat het nergens over doen. Wat? Er zit dus wat iets speciaals daar. Sloeg helemaal nergens op verder. Alles lijkt dood te zijn. Oeh. Oh ja. Oeh. Ja, ik weet het weer. Ja, weet je het weer. Je moet eerst wat activeren, dan gaat alles weer leven. Dan moet je er nog een keer doorheen ofzo. Ja. Hey. Hè? Oké. Okay. What the fuck? Zo'n eng moment als je er tegenaan knalt. Ja, doodeng. Bang! Oké. Dat loopt. Volgens mij moet je omhoog. Je moet omhoog vliegen, denk ik hier. Ja, nee, ik kreeg toch een dinges. Ja, een bloem. Probeer ze nog een keer. Misschien krijg je nu een blaadje. Of hier zit wat, zie je? Ja, dat kan ook nog. Ik denk daar wel. Daar waar je net onder stond. Ja. Probeer alles hier kapot te maken. Oh ja. Dan ga je er doorheen. Juist. Kijk, misschien gaat die deur weg. Oh nee. Cool. Wauw, dat zijn veel muntjes. Ja. Hé, ik heb nog een extra level up. Yay. En nu? En dan weer hier. Oh, nu krijg ik volgens mij dan een blaadje. Nee? Hè? Misschien daar? Of misschien er nu in? Nee, ook niet. Ik weet het niet meer. Wat je moet doen hier. Niet gestrest, niet gestrest. Nee hoor. Je hebt toch 13 levens, maar niet uit. Misschien is er nu aan wat aan de linkerkant. Je hebt één van die blokken hier. En eentje die wijst omhoog. Die. Eentje. Misschien kan je erop staan op het midden en dan naar boven springen. Nee, ook. Nee, ik weet het niet. Oh, dit is echt een landje waar je gewoon oneindig veel levens kan krijgen trouwens. Denk je? Oh ja, als je dit gewoon herhaalt. Dus dit is mijn wereld. Nee, mijne. Ik ben een one-up man. Ik denk dat de tijd dringt. Ja, ik weet echt niet wat ik moet doen hoor. Uh-oh. Dus, oftewel, dit is eventjes... dat je gewoon omhoog moet vliegen bij dat eerste scherm. Ja, dat zal wel. Maar... Oh! Wauw! Wat? Snap je het? Ja. Ik ben blind. Ik ben heel erg blind. We zijn allebei blind. Wat moet je doen dan? Nou, kijk. Let op, hè. Let op. Ja. Kijk naar links. Oh! Dat is echt zo slecht. Dat is echt een goed voorbeeld van... Fucking moeilijk nadenken. Jezus. Ik weet wat je moet doen, man, in dat landje. Kun je laten zien? Kijk. Je gaat gewoon weer naartoe zo.
En nu staat de wereld aan. Oh, ja. Nu shit aan. Je hebt geluk tot een wasbeer dat schijnbaar dus ook kan doen. Nu moet je omhoog vliegen. Oké. Oh, daar de link zag ik. Ja, ik zag het ook. Nee, dat was dus alleen dat. Oh, hier. Wauw, je moet me ook dan echt een... Wauw. Ik bedoel, als jij dus... Ik kan me voorstellen, zelfs als klein kind het landje, dus echt denk van, what the fuck nu? Ja. Ja, behalve dat begin dan, dat van ieder driejarige kind te brengen, alleen wij niet. Dat is een beetje achterlijk. Wauw. Een lampje aan. Is goed. Wauw, dat is gewoon slecht van ons. Nou. Maar ja, we hebben soms momenten. Dat is de eerste keer tot de time. Oh, maar ik ben wel weer alles kwijt dan, hè? Hoezo? Nou, omdat ik een time-out en ben ik dood. Ja. Oh, ik ga het gewoon doen. Ja, je bent een paddenstoel. Met slagtanden. Mooi, man. Prachtig beest. Zo. Codes. Lekker, hè? Wauw, dat is gemeen. Het is wel cool. Originele Mario tune, zit hij nou in dit spel of niet? Je moet Is het in de lijn? Nee. Waarom? Deze doet het niet. Zoek moet daar een plant uit, uit dat vraagtekenblok. Ziet denk ik al. Moet je helemaal omhoog gaan met dit ding? Zo. Ja, en die buis. Oh, dat kan niet. Nee, kan niet. Oh, jawel, jawel. Je moet nu erop springen. En dan ga je door. Ja, en dan bukken. En dan ga je naar de andere kant. Oh ja. Nou, weet je zeker? Ja. Weet wel, want het, in de stage liet ze dat in het begin zien. Ja. Slim, hè? Dat is zo goed gemaakt. Iemand. Ik hoef niet te weten, ik weet zeg niks. Ik maak alleen geluiden. Leuk, je moet er wel meer nadenken. Ja. Om maar verder te komen. Hij gaat er niet in! Bullshit. Je moet gewoon goed doen. Je moet gewoon goed doen. Je moet gewoon goed doen, man. Die goede knopje drukken op de goede moment. Wat doe je? Hij gaat weg, hè, na een tijdje. Oh, of niet? Wow, yo, waarom er net niet? Ik deed precies hetzelfde. Misschien. Zo. Mag nu nog een keer springen. Ja, volgens mij ga je niet dood dan. Oeh. Zo cool. Het is wel leuk. Het is wel... Ja, ja, ik wou net zeggen. Is, dat kantje. Is dit... Uh-oh. Is dit... Ja, bijna. Komt ie, hè. Dan wordt de muziek in één keer 10 keer gaver. Speedcore, jongen. Uh-oh. Wauw. Vijftien levens, hè, Axel.
Oh. Hè? Ik niet begrijp waarom de fuck De physics? I have no time for this bullshit. Oh, nice. Kom op! Nu word ik bang voor de tijd. Het gaat nu, het sloopt. Het is ook zo sloom! Kom op! Ja, tijd dringt. Kutspel, hè? Ja, dat was hem. Ja, toch? Zo moeten. Wil jou ook nog een lang einde? Oh, en vuurwerk! Must be your lucky day today. Zo. Halleluja. Eindelijk. Welk landje was dit eigenlijk? Ik weet 6 of zo? 6. Ah, ja, 6. Ja. Cool. Ik ben een wasbeer. Lijkt niet echt een wasbeer. Jawel. Overduidelijk een wasbeer. Ja. Ga je aardig zijn of niet? Tuurlijk. Dank u wel. Ik heb het nodig. Nee. Wat ben je weer aardig. Ja man. Zo. Lucky bastard. Oh, ging toch wel goed? Jongen, neem me die ster. Neem me die. Ja. Dwars doorheen dan. Wee. Oh, moet sneller. Ja. Mijn best. Oh, oh. Nee. Oh, zeg dat? Goed. Oh, oh. Oké, okay, dat was chapeau, chapeau. Wat chapeau. Nou, net even was we dan. Ja. Ik krijg wel die respect. Zie je? Daar ook. Ah, je was. Oh, code. Wat? Heb je dat? Waar heb je dat geleerd? Charizard! Nee, Charizard. De reïncarnatie van Charizard. Hetzelfde landje doen? Ja. Zo. So. Iemand heeft zijn Nintendo Power gelezen hoor. Niet normaal. Oh, dat is niet. Dat zat net om wat te doen. Oh, Spoelfilters. Wauw. Dat was heel slecht. Maar je hebt muntjes. Ik ga 7 doen. Nee. Ja, ga 7. 8. Nee, ik ga 7 doen. Dan ga ik 9 doen. Geen idee. Oh. Dat was echt pixel, echt op de ja, pixel. Ja. Oh, cool. I like this. Dit is wel grappig gedaan. Dit is echt heel cool. Oh. Kan niet fokken. Zo. Oei, oei, oei. Die is leuk. Ik ga met dat landje. Deel. Ja. Ja, duidelijk. Dat is veel leuker. Maar oh ja, ik laat je gewoon zien hoe het moet. Nee, je moet gewoon zonder doen. Sorry, dan ben je pas pro. Maar nu moet ik gewoon perfect ja, springen. Ja, snel zijn. Ai. Ja, daar komt het op. Oh. Ik ging de andere kant op helaas in het ding. Ja. Zo. Dat pret is lastig. Zeker. Maar ja, we doen het ook als klein, hè. Je kan ook gewoon een... mushroom gebruiken. Een mushroom gebruiken en dan kan je die halen. Ja. Eerst krijg je echt snel.
gaan steeds verder uit elkaar liggen. Kijk. Juist. Dat is die echte hiphop. Oh shit. Je mag er niet eens groot zijn. Ja, dan moet je glijden. Oh, netjes gedaan. Ja toch, je weet toch. Leuk landje. Ja. Dat brengt er ook wel wat nieuws aan het spel toe. Het voegt wat toe. Weet je, elk level heeft eigenlijk wel iets nieuws. Ja. Vind ik. Ja, goede variatie. Ik ben... Oké, nu mond. Nog een mond erbij. Ja. Oh, nee, 9. Ah, je mag 8 doen als je wil. Nee, van jou ook niet natuurlijk. Je moet even het begin doorheen komen. Oké, opeens weer zand. Hey. Je hebt het nodig. Dat is zo mooi aan dit spel, dat in sommige van die dingen... shit verstopt zit. Wajo. Veel naartoe met het landje. Oké, holy shit. Rennen. Ah, jammer. Hij denkt dat hij kan vliegen. Ah, je gaat gewoon over. De hele stage. Hij denkt ook echt zo met zijn armen wijd. Wee! Hoe moet dat eruit zien voor die anderen? Je denkt echt van, Mario, hoe de fuck normaal, man? Ja. What the fuck doe je? Nee, ik zit aan de drugs, laat me. Heb je die dikke hippie weer? Of wat? Je kan niet over de hele stage heen? Tuurlijk niet. Gek god of zo. Daar gaat al mijn tijd. Het was verder een puzzel level, maar niet echt moeilijk met qua monsters gelukkig. Of dingen dodgen. Monsters. Hoe noem je het anders? Monsters. Weet je hoe ik mijn trouw... Mushroom Kingdom bewoners. Oh. Weet je trouwens hoe ik mijn trouwerij eruit wil laten zien? Je trouwerij? Ja, als ik ga trouwen. Met mijn bruiloft. Met allemaal monsters? Nee. Ik wil een Nintendo Mario Team. Serieus? Ik dan een... Oh, kak. Ben je nou zo afgeleid dat je denkt... Ja, fucking catharsis in mijn ziel. What the fuck? Nintendo bruiloft? Ja. Neem even. Vertel. Ik heb dan op maat gemaakte Mario... Ik doe het zelf. Ik wil het vertellen, maar het lukt even niet. Nee. Ik wil dan een op maat gemaakte Mario kostuum. Maar dan zeg maar een tuxedo. Maar dan zeg maar in de kleur van Mario. Ja. Nou, mijn meisje is dan natuurlijk Princess Peach. Ja. De dominee moet dan als Bowser verkleed zijn. Als Bowser, ja. De best man is dan Luigi natuurlijk. Luigi, ja. En de best woman is Daisy, ja. En we gaan de kostuums laten maken voor de hele audience die Koopa Troopas en alle rest Goombas moeten zijn. Goombas. Hoe zie je een Goomba kostuum voor je? Gewoon een hoedje erop. En... Of als Toads. Nee, Toads, de ringdrager is Toad. Want dat is meestal een kind. Waarom doet iedereen als Toad? Dat is veel beter. Nee, want... Hoe ga je een Koopa outfit maken? Oh, kut. Kijk, wow. Een Toad outfit is makkelijk. Je doet gewoon een paddenstoel op je hoofd. Maar een Goomba... Nou, gewoon een iets grotere paddenstoel, maar dan een bruin. Oké. Okay. Ja, toch? Okay. Het is hetzelfde formaat. Zo wil ik mijn... Ik vraag me of het wel een keer is gedaan. Vast wel. Ja. Je hebt ook een Star Wars bruiloft op je hoofd. Je hebt alles. En er is... Alles schijnt al eens een keer gedaan te zijn. Weet je wat ik nog niet denk wat gedaan is? Huh? Dat iedereen verkleed als bananen een bruiloft doet. Ja, tuurlijk wel. Om op bananen pakken. Of Wat denk je nog meer? Ik kan niet zo goed bedenken. Wat zou echt niet gedaan? Iedereen is verkleed als trollen of zo. Kijk, dat die kans acht ik echt een stuk kleiner dan... Ben je lekker aan het cheaten trouwens? Ja. Nou, maakt niet uit. Ik had net ook mijn cheat momentje. Wauw, dat is gemeen. Ja, die steven wordt echt moeilijk nu. Je kan niet... Kan je rennen en bukken?
Oké. Ik was even bang dat je dat niet kon doen. Ja, omdat zo je... Zo'n kids in jullie. Dat is lastig. Als je klein was, was je zo doorheen. Ja. Ja. Maar dan gaat mijn P. Maar joh. Ja, boeien. Je hebt je nodig ver gebracht in het leven, joh. Die kei nog probeert, joh. Fuck. Hij wordt echt onderbetaald. Ja, joh. Oh shit. Nou, dat klopt gewoon niet. Oh, kijk, daar heb je dat landje. Welk landje? Succes. Oh, weer met die happers. Ja, ja, ja. Dat is waarschijnlijk de langere variant. Ik ga het gewoon zonder doen. Weet toch. Laat maar zien hoe pro je bent. Ja. Maar ze stoppen ook niet als je... Ik heb zo'n hekel aan het landje. Jij mag het doen. Ja? Ja. Ik ja, mag doen. Laat ik even zien. Laat die skills zien. Ja. Nee? Nee? Toch niet? Ik heb altijd over skills. Ja. Ik deed net ook, bij die andere. Ja. Ik weet niet wat je... Ik had gewoon verder moeten springen, fuck dat. Dit landje gaat duivels. Landje is inderdaad duivels. Zo kut als je jezelf niet ziet. Ze gaan er ook altijd met een smel doorheen, weet je wel. Oh, dat is het? Het is, het is ook kort. Dat is die andere. Misschien een andere spel wel dezelfde soort? Nee, ik denk gewoon dat het niet is. Misschien kom ik er niet doorheen en dan lijkt het opeens... Ja, dan lijkt alles 10 keer langer dan normaal te zijn. Juist. Als ietsje niet lukt, dan... Ja. Cool, hij is een plant. Laatste luchtkasteel, dit. En daarna gaan we naar World 8. En dan beginnen de problemen pas echt. Dan gaan de controllers door de kamer. Dat kan ik nu alvast zeggen. Wow, dat is wel lastig, man. Gaat lekker. Leuk glijdje. Wauw, spring er overheen, Mike, spring er overheen. Ja. Oh, die schiet geen vuur. Wat schiet geen vuur? Nee, oh, dat oh, je was bang. Ja, ik dacht ook graag. Nee. Leugens. Het is sowieso één groot leugen, dit toch? Wat? Het spel. Mijn leven is één grote leugen. Het spel was gewoon één grote leugen. Het is zo mooi. Het begint nu donker buiten donker te worden. En we naderen dadelijk de laatste world. Hebben we gewoon 2 spellen in 1 dag uitgespeeld? Ja. Super Mario Bros. 2 en Super Mario Bros. 3. Geweldig. Komt nooit meer goed met ons. Nee. Oeh, die is lastig. Ja. Wauw. Het is echt een heel irritant geluid als je heel vaak op elkaar hoort. Het is heel vervelend. Van aan Mario heb je niks beters te doen. Ring. Maar het is wel lastig. How are you doing, prinses? Zo, dat tot je er doorheen zal vallen. Nee joh. Dat was een lange stage dit. Oh, Ludwig. Hij heeft prachtig haar, gek. Een mooie tanden. Ludwig van Beethoven. Oh nee! Dat verder naar de linkerkant. Moet ik het steeds opnieuw doen? Nee, toch? Ik moet er steeds opnieuw doen. Oh, jij? Oh.
Ja. Shit. Dat, ja, geen dat springen. Bijvoorbeeld. Dat is kut. Dat is kut. Nee, ik wil het niet nog een keer doen. Nee. Poging 33. Wauw. Dikzak. Hij is vat. Oeh. Ja hoor. Netjes jongen. Zie je. Lekker bezig. Hier gaan we die knop af. Hier door. Nog één wil te gaan. Oké, waar komt deze guy vandaan? Scandinavië of zo? Ja, hij lijkt een viking te zijn. Een viking, ja. Ja, inderdaad. Maar het apart is dus tot ze, als hij praat tot zijn... Ja, physics, who cares. Zo! Wat is dit?